Het laatste fluitsignaal klinkt. We zagen jou een beweging maken. Zo van, yes, ja. Die zit in de pocket. Ja. Ja. Het was ervoor knokken geblazen. Maar uiteindelijk denk ik van, oh, ineens een onverdiende overwinning. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat je twee ploegen ziet in de eerste helft die, we wisten dat je met een 5-3-2 tegenover 5-3-2 komt te staan. Dus het zou heel erg een man tegen man gevecht worden. Dus ja. Dat wisten we vooraf. Ik denk dat je in het begin nog twee ploegen ziet die echt proberen te voetballen. Volgens mij was dat echt goed, mooi om te zien ook voor het publiek. Zeker de eerste helft. Ja, zeker de eerste helft. En ja. Dat was gelijkwaardig. En ik denk dat wij wat meer gevaarlijke momenten hebben gehad bij de goal van Middelsom dan andersom. Volgens mij heeft de bal 3 keer op de doellijn gelegen voordat we het 1-0 maakten, zeg maar. Echte kansen waren het ook niet meer. Dode spelmomenten. Nee, toch komen jullie eigenlijk in het begin heel goed weg. Maar ja. Meer door eigen toedoen. Hè? Ja. En daar hebben we het wel eerder over gehad. Wij willen voetballen van achteruit. Ja. En dat neemt een bepaald risico met zich mee. Maar ik ga dat nooit afvallen. Zeker nee. Niet. En ik weet dat Simon die kan uitstellen. En we kunnen echt met jongens achterin die dat goed kunnen. Helemaal nu op een kunstgrasveld. Er zit risico bij. Dus af en toe dan zit er een teen of een hoofd tussen. Dan gaat het wel eens bijna mis. Maar we gaan er niet mee stoppen. Nee. Moet ik zeggen dat de tweede helft kwamen er gewoon daar niet meer aan toe, hoor. En dat was, had ook wel te maken met de spelopvatting van Middelsom de tweede helft. Die gingen vanaf moment 1. Minuut 46 met de wind in de rug, die ballen erachter leggen. Dus ja, dan wordt het wat gevecht, zeg maar, wat heen en weer. Nou, het was bij jullie eigenlijk in het eerste kwartier van de tweede helft gewoon pompen of verzuipen. Ja, absoluut. Het is gewoon wegrossen. Ook dat wisten we natuurlijk, dat het kwartier naar rust wordt het overleven. En dat werd het ook echt. Gelukkig hebben we dat overleefd. En dan zie je dat je langzaamaan wel weer een beetje in de wedstrijd groeit. En we hebben eigenlijk wel de hele tijd onder druk gestaan. Maar ik had op de duur ook wel het gevoel, als we een keer een bal goed vooruit spelen of iets meer rust bewaren, misschien in die twee ballen. Die jongens moesten wel gigantisch veel lopen, hoor. Dus dan heb je natuurlijk wel ook vermoeidheid wat een rol gaat spelen. Maar ik denk dat we dan ook wel de 2-0 hadden kunnen maken. Een bal op de lat nog natuurlijk van afstand. Uiteindelijk weet je het gevoel wat je hebt nadat het laatste fluitsignaal komt. Is, daar doe je het als ploeg voor. En als je de ontlading ziet in de kleedkamer en ook bij mijzelf, hoor. Dat is zo mooi. Dat is zo gaaf. Ja, daar werken we heel hard voor. En we hebben een mooie serie op het moment die we... Ja, je zei een aanloop al van, Polster blijkt dit seizoen een lastig te kloppen ploeg. Nou, dat blijkt dus vandaag inderdaad ook wel. Ja, absoluut. En dat was in het begin van het seizoen nog niet zo. We hebben echt wel een mindere serie gehad. Ja. Maar zo langzaamaan zijn wij een lastig te kloppen ploeg. En daar put je heel veel vertrouwen uit. En vertrouwen is wel het woord wat hierbij hoort. En echt de teamgeest. Dit is echt een teamoverwinning. Daar ben ik heel trots op, deze jongens. Ja, heel mooi. Nou zei je aan het begin van het seizoen, Jeroen, van wij gaan voor handhaving. Ja. Nou, laten we dat maar even overboord gooien, want dat zal wel loslopen, denk ik. Ja. Zit je nou toch stiekem een beetje naar boven te kijken? Ja, weet je, je kunt bijna niet anders. Want je staat volgens mij, ik heb de andere uitslagen niet helemaal meegekregen, maar je staat gedeeld 5e of met een wedstrijd die je nog moet inhalen, misschien wel gedeeld 4e. Natuurlijk kijk je daarnaar. Maar dat zou voor ons echt een toekje zijn. Dat is voor ons echt geen doelstelling nu opeens. Handhaving was een doelstelling. Ja, ik ga nu niet zeggen dat dat nog steeds zo is. Want je hebt volgens mij nu 25 punten. Nou ja, moet gek gaan wanneer je daar nog in gevaar komt. Nou, en nu gaan we iedere wedstrijd, ik heb het al eerder gezegd, doelstellingen zijn publiek vermaken en heel hard werken. Nou ja, als we dat iedere week zo doen. Het is iedere week wel heel spannend, moet ik zeggen. Het is 2-1, 1-0, 1-0. Maar het is gewoon genieten. Dus dan zien we wel waar we uiteindelijk staan en wat dat oplevert. We gaan het niet heel actief benoemen. Nee, zeker niet. We begonnen de eerste 10 minuten kwartier echt wel goed. Een aantal mogelijkheden om een beetje geluk bij hebben de 1-0 te maken. Daarna zakten we ver weg. Kreeg Polster echt de overhand. Een aantal vrije trappen, corners. Een aantal keer goed uit de omschakeling. Nou, kwamen we goed weg. Een balletje die binnenkant paal viel. Er was wat onrust bij ons achterin. Nou, op dat moment komt Polster ook op een voorsprong. Ja, waar komt je onrust weg? Want normaal zie je dat helemaal niet bij jullie. En ik denk van, het is een en al paniek aan boord. Nou ja, we komen vaak op voorsprong. Ja. En we hebben een vrij jonge groep. Hè? Dus ik heb al eerder gezegd dat het voor ons ook leerzaam is om met dat soort omstandigheden om te gaan. En dat zie je vandaag dan ook. Ja. Dan komen ze, Polster komt op 1-0 op een moment dat ik denk van, ja, jullie willen even wat te graag voetballen achterin. Dan wordt er meteen afgestraft, hè? Ja, kijk, dat is altijd dubbel. We spreken de intentie uit dat we dat graag willen.
Ja, en als dat fout gaat, dan hoor je vaak van, hè, ja, ze hadden toch eerder de lange bal willen spelen. Maar wij staan daarvoor, dus we proberen dat. Ja, en waar je dat probeert, kan het ook een keer misgaan. Ja, ja, je weet, dat je weet natuurlijk, als jullie achterin gaan ballen, dat je die twee spitsen van Polsen op je nek krijgt, want die loeren daarop. Ja, dat klopt. Maar wij wilden graag kort spelen. Maar goed, verloren een aantal keer de bal in het midden. Ja, en dan ben je kwetsbaar in de omschakeling, dat klopt. Ja, nou, dan kijken we in de eerste helft, wat je zelf zegt, van beide kanten een zeer aantrekkelijke wedstrijd, vond ik. Met inderdaad voetballers vermogen. Ik denk van, nou, vierde klas waardig. Minstens. Okay. Misschien nog wel meer. Maar de tweede helft, toen was het... Ik denk van, nou, die gelijkmaker die komt. Dat eerste kwartier, het was pompen of versluipen bij Polster. Ja, sterker nog 2 minuten na rust, denk ik, hadden we hem bijna kunnen maken. Maar dat is misschien ook wel tekenend voor vandaag. Steeds zat er een voet tussen, steeds zat er een speler van Polster tussen. En dat is geen geluk. Dan staan zij net iets compacter, net iets beter gepositioneerd. En we hebben inderdaad veel halve kansen gecreëerd. Dat je denkt van, oh, nou moet hij toch vallen. Maar steeds zat daar ook weer iemand tussen. Dus, een paar knappe reddingen van de keeper van Polster, ook nog heel geschoten van jullie. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, dus op een gegeven moment besluit je 3 man te wisselen. Toen dacht je bij jezelf van, er moet iets gebeuren nu. Ja, nou, we hadden een aantal aanvallers mee uit onder 19. En ja, als je voor de 1-1 wil spelen, moet er eigenlijk een aanvaller bij. Nou, dat hebben we gedaan, geprobeerd, iets opportunistischer gespeeld. Maar hij viel niet. Nee. Ja, maar hij viel niet. Dat is de droge constatering. Hij viel gewoon niet. Nee, hij viel mocht niet. Er niet vallen, wilde niet vallen. Ik vind het de credits voor Polster, hoor. Want ik spreek nooit van geluk of ongeluk. Als hij gewoon niet valt, dan hebben zij dat goed gedaan. Ja, je zei tegen de trainer van Polster net, terecht overwinning van Polster. Ja, weet je, zij komen gewoon mooi op 1-0 en ze bewaken dat goed. Gaan vanuit de omschakeling spelen. Creëren dan ook echt nog wel een aantal mogelijkheden. Ten opzichte van de thuiswedstrijd die wij echt met 3-0 terecht wonnen, kwamen ze amper bij onze goal. Ja, vind ik dat zij vandaag een mooie progressie hebben laten zien ten opzichte van die wedstrijd. En dat zie je ook in hun reeks. Ik bedoel, vanaf vorig jaar oktober niet meer verloren. Ook vandaag pakken ze ons. Ze hebben gewonnen van Niekerk. Ze hebben volgens mij gelijk gespeeld tegen Mamio. Gewonnen van ONR. Ja. Polster laat gewoon zien dat ze met een hele sterke reeks bezig zijn. En als iets te vaak gebeurt, is het geen geluk. Dus de credits voor hun. Vandaag stond dus op papier dat ik niet van de mee naar voren mocht. Met corners en met vrije trappen. Ja, ja, die vrije trap was slim uitgelokt door Jesse. En ik zie die bal voorkomen en ik spring omhoog. Ja. En ik kop hem er goed in. Ja, ik zei al, het is mooi dat je niet naar de kapper geweest bent. Dan had je waarschijnlijk gemist, maar ja. Hij viel er mooi in bij de verste paal. Dat dacht ik ook, ja. 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 Een hele fraaie goal. Ja. Wat je toen nog niet kon vermoeden natuurlijk, was dat je de matchwinnaar zou worden. Nee. Geeft dat dan nog weer een extra gevoel? Ja, een biertje smaakt wel extra lekker, hoor. Die smaakt wel extra lekker, hè? Die smaakt wel extra lekker, ja. Ja. Nee, natuurlijk teken je voor een overwinning tegen Middelsum. De koploper, terecht vind ik ook. Nou, jullie hadden natuurlijk nog wel goed te maken na die 3-0 in Middelsum. We hadden wel goed te maken, ja. Ja. Ja, dat speelt dat nog wel een beetje mee in het achterhoofd? Nee. Nee? Nou, qua motivatie wel. Ja. Ja. Ik bedoel, je moet je wel revancheren natuurlijk. Als je daar die uitwedstrijd kijkt, was slecht. Ja. En de trainer zegt ook, jongens, het moet niet zo zijn als daar uit bij Middelsum. Nee. Je moet gewoon volgas geven en revancheren die handel. Ja. Ja. Ja, nou, dan was het de eerste helft. Dat zei ik ook tegen de beide trainers. Was het een genot om naar te kijken, die wedstrijd. Dat was een hele open duel met kansen aan beide kanten. Ja. Ja. Nou, dus was het een stuk minder. Ja. Qua voetbal, ook aan beide kanten weer, vond ik. Ja. Ja. Het werd op een gegeven moment zelfs overleven voor jullie een hele fase in de tweede helft. Ja. Heb je dan nog zoiets van, oei. Ja, natuurlijk. Je weet dat ze anders gaan voetballen. Ja. Ze blazen die ballen erin en dat is gewoon tegenhouden. En, ja, ze speelden een beetje jullie spel, hè? Een beetje ons spel. Ros die ballen maar achter de verdediging en we zien wel. Ja, kijken wij tegen de wind in en we kregen die bal niet naar, of in ieder geval niet weg. Ja, dan sta je constant onder druk. Maar als ik eerlijk ben, in de eerste 10 minuten volgens mij kregen ze een aantal kansen. Ja. Een beetje fommelballen in de 16 meter. Ja, ben je keeper denk ik dankbaar, hè? Want die hadden er een paar knappe reddingen. Die hadden een paar goede ballen eruit, inderdaad. Ja, en verder die lange ballen, dat is gewoon pompen. Ja. Pompen of verzuipen. Ja. Jullie spelen op kunstgras vandaag. Ja. Ja. Was dat nou een voordeel of was dat geen voordeel? Een voordeel. Toch wel? Ja. Ja? Ja? Kijk, je traint op kunstgras. En dan is het voetbal op normaal gras wat lastig. En dat gaat niet ten goede van het spel. Ja. En nu...
Als je op kunstgras voetbalt, ja, dan ga je toch anders voetballen. Heb je er tegen die man gezet die de lijn moest trekken? Blijf jij maar even lekker thuis vandaag. Ja, helaas was hij geblesseerd. En natuurlijk wil je op normaal gras voetballen, dat is het allermooiste natuurlijk. Maar dat gaat niet ten goede van het spel. En dus aan de ene kant, ja, was voetbal op kunstgras wel goed te doen in ieder geval. Ja. Ja. Jullie zijn bezig met een hele goede serie. Ja, ja. Ja. Het zijn iedere keer wedstrijden dat je denkt, Jeroen zei het ook al, 1-0, 2-1, ja, noem het maar, 1 doet een verschil, maar is genoeg voor 3 punten. Is genoeg voor 3 punten, zo is dat. En thuis vooralsnog ongeslagen, afgelopen natuurlijk, maar we doen het goed thuis en niet verkeerd. Beschrijf de sfeer eens in de ploeg. Ik bedoel, als je 1 keer wint, dan is het oké, we hebben gewonnen, maar als je ongeslagen bent sinds eind oktober vorig jaar, dat doet iets met een ploeg, denk ik. Dat doet iets met de ploeg, ja. Kijk, als je begin seizoen kijkt, liep het niet heel lekker. Nee. En dan is de sfeer natuurlijk is sowieso wel goed. Maar ja, als je wint, heb je vrienden. En zo zien wij dat ook. De sfeer is goed. We gaan goed met elkaar om. We willen een bokje voor elkaar staan. We werken voor elkaar. En ik denk dat het belangrijkste is dat die basis goed is.